Testen toch, man? Satellites, one. Yeah, the all I see and what touch me, watch back. Scribble through the books, upgrade my self-development. Maar hoe zou jij voelen als iemand naar zijn executie terug had kunnen komen om zijn onschuld te bewijzen? Dat is zeker verrot. Kijk, ik vermoord je niet, ik maak je leven kapot. Zag een fucking gat in de rails in je treintje ontspoort. Vroeg of laat pleeg je toch een keertje zelfmoord. Straf, ben je voor of ben je tegen? Laat je zo'n persoon sterven, laat je zo'n persoon leven. De doodstraf moet jij eens even inleven. Hoe jij je zou voelen als jij het had gekregen. Check it out dan. De doodstraf, ik ben niet voor en niet tegen. Maar lees toch dagelijks in de krant iemand beroofd van het leven. Vaak bleek de dader achteraf niet geestelijk gezond. En na een aantal jaren loopt die gast gewoon weer vrij rond. Dit is toch ongezond, niet iedereen krijgt wat hij verdient. Ik vind als jij een leven neemt, heb jij het leven niet verdiend. Fucking koud. Ik heb honger. Boeddha ook. Honger. Dorst. Trek in de joint. Bijna met de auto, lekker warm. Muziekie. Lekker jointje. Yeah. Fuck de rest. En nog kanker in het terug naar honger rijden. We hebben niet echt wel een trek opgenomen. Ja toch, precies. Dat is het dope is. Nog een keer. Nee, maar die gasten vonden hier ook nog, man. We kunnen... Oké. Die gaat dus omhoog. Ga je naar de Duvel toe? Lopen. Ja, dan staan we met Diablo. Ja, wel gezellig, wel een cafeetje met een beetje hiphop toch. DJ die een beetje spinnen aan. Ik kan lekker drinken, een beetje babbelen. Er kan mensen daar ook zijn. Even zo bij de bar wat te doen. We gaan ook smoken daar binnen. Ook eens een smoken. En een paar keer bij jou. Weet je wat het is? Jij bent hier eerst geweest. Mag je hier blauw op in of niet? Nou, dat is al nu wel zo. Ik weet niet of ik MC's heb gezien. Is het dan boven? Ik denk het wel. Stop.
okay? This is the Discovery Channel right here. Check this out. I got a few days to live, a few days to slaughter. Objective number one, bring death and disorder. Mass hysteria, the cathedral that we're nominated for America. See how it's generated. I'm a woman, it's just phenomenal, I'm a leader. Carry it, that's power. Oxygen rules are running with a lot. In 2006, they come on, I stop the beat. Sing a speech, they don't sweet, they don't support to us. And the life is hell bound. I'm gonna see you when you're looking at the ground. When you're looking at the ground. When you're looking at the ground. That's the world of pain. That's on the scrolls. Yeah. Gelukkig spijt om als een afstand over is. Kom je niet bestaan, vrienden, daar is het over. Zet jezelf echter in die positie. Je bent gedraaid door de rechter en politie. Geef alles maar de vijanden. Wissen dit over de wat je nog weer niet aan het kan. In de regering zitten de grote slangen. Ik dacht altijd een kracht waar in de rest komt te hangen. Maar wat dat betreft dat ik hier helemaal toe vragen. Hoe kun je jezelf in hetzelfde niet voor vragen? Je moet in zijn eigen kuil levend begraven. Alleen met extreme gevallen heb ik geen medelijden. Maar hoe zou jij het voelen als iemand naar zijn executie terug mag kunnen komen? Onze rostelen bewijzen, dat is zeker verhoord. Kijk, hij heeft vermoord en niet, ik maak je leven kapot. Laat een fucking gat in de rust in je trein te ontspoort. Vroeg of laat tegen het nog een keertje zelfmoord. De doodstraf, ben je voor of ben je tegen? Laat je zo'n persoon sterven, laat je zo'n persoon leven. De doodstraf, moet jij zeker in je leven. Hoe jij het zou willen, zet het gekregen. Ja. Check it out dan. De fuck, de doodstraf. Ik ben niet voor en niet tegen. Alleen tot laat dat zit de kracht die voor de rol van het leven. Vaak kreeg de dader achteraf niet geest voor de persoon. En na een aantal jaren loopt die gast gewoon weer verder. Is dit toch ongezond niet iedereen krijgt wat die verdient. Ik vind dat jij leven niet, dat jij leven niet verdient. Want zijn bepaalde situaties uit de zone. Onbelgen gedachten halen, zoek je boven ze naar onder. En je raakt ons naar boven. Het maakt je verstoord. Als jouw vader zijn de leven, dat je boven is vermoord. Gewoon in het video zul je zeker niet weten. Maar kom je hier naar boven? Nee, ik denk dat het gek wordt. Maar neem ons op mijn vriend, is een bittere pillen. Daar is hoe je gek lacht van je dochter, maar is een stil. We got drugs in our MCs. We never heard of. First day you talk, and we all drop the slow up. Mix it was hardy. Not the fuck, yeah, I won't forget this club party. She was blazing, in the motherfucking shoulder here. First thing I thought is I have to get my flick over here. Then she was hiking, but the cops didn't like it. Before you back up, they saw the bad DJ. She said, oh, she thought she was super fat, that's a fact of track. And if the Buddha blast, pay check, in the fact. Wel, ik blijf zakken, maar de meeste prijs. Alleen de rap kan ik mij, ik werd die dingen vertellen. De narigheid van vroeger en de leuke dingen van de laatste tijd. Ik leef alweer de zekerheid, de vredeheid, die middel twee.